Goedenavond, het nieuws van dinsdag 16 augustus met vanavond. TNO nu tevreden over het nieuwe paspoort. Werkschip Hermot ontruimd. En Anton Dreesman weg als hoofddirecteur Vendex. We beginnen met het nieuwe paspoort. Het nieuwe verbeterde paspoort van CAP krijgt een royale voldoende van TNO. Minister Van den Broek schrijft vandaag aan de Tweede Kamer dat de pas vanaf 1 januari volgend jaar kan worden ingevoerd. Uit eerdere testen bleek dat de kaart met persoonsgegevens gemakkelijk te vervalsen zou zijn, maar nu voldoet het paspoort aan de internationale richtlijnen. De vorige keer was ons bezwaar dat de kaart te gemakkelijk veranderd kon worden. Dat wil zeggen dat men wellicht een andere pasfoto kon inbrengen of dat men in de teksten iets kon veranderen. De aandacht is nu helemaal geconcentreerd op het zodanig verbeteren van de kaart dat het aanbrengen van die veranderingen buitengewoon moeilijk geworden is. We hebben in ieder geval een hele belangrijke hindernis genomen en we bereiden ons nu voor, ook in overleg met de gemeente, op de invoering die geleidelijk begint per 1 januari 1989. Grote opluchting bij fabrikant CAP in Schiedam. Nou, dat betekent in eerste plaats een enorme opluchting, want zowel de medewerkers en medewerksters van Elba als van CAP hebben gezamenlijk een enorme inspanning geleverd en hebben ook onder spanning moeten leven, want niemand wist wat het resultaat zou zijn. En vandaag is dus een feestdag. Het einde van de staking op schepen van het offshorebedrijf Herema lijkt in zicht. Vanmiddag zijn in Rotterdam de voorbereidingen begonnen om in het Callandkanaal het werkschip Balder ook door de politie te laten ontruimen, vooral een laatste overleg met de Spaanse stakers weer op niks uit mocht lopen. Vanochtend vroeg heeft de mobiele eenheid al op zee een eind gemaakt aan de staking op de Hermot van Herema. De Herema-directie had de politie opdracht gegeven de Spaanse stakers van boord te halen. In een kort geding gisteren was de staking door de rechter verboden. Door de rechter werd het bedrijf gemachtigd de politie te laten ingrijpen. De Spaanse zeelieden reageerden vanochtend woedend. Ze gooiden het vonnis van de rechter in zee. Ook werden leuzen geschreeuwd. Sommige stakers kregen van de mobiele eenheid handboeien om voor zij in een helikopter werden afgevoerd naar de wal. In het kort geding had de rechtbank bepaald dat Herema het schip door de politie mocht laten ontruimen als de stakers niet onmiddellijk aan het werk gingen. De Spaanse bemanningsleden zijn van Den Helden via Schiphol naar Spanje doorgereisd. Bij deze actie op volle zee heeft de mobiele eenheid van de Rijkspolitie uit Noord- en Zuid-Holland ook bijstand gehad van de Koninklijke Marechaussee. Een schooluitje van Zweedse kinderen veranderde gisteravond in een drama. Op weg naar de Noorse fjorden weigerden de remmen van hun bus. 15 doden en 19 gewonden waren het gevolg. Het ongeluk gebeurde in een tunnel op de weg van Oslo naar Bergen in Noorwegen. Om te voorkomen dat de schoolbus in een ravijn zou storten, boorde de chauffeur zijn bus in de tunnelwand. Reddingswerkers waren uren bezig om de doden en gewonden uit het wrak te halen en per helikopter af te voeren. President Reagan en zijn vrouw Nancy zijn druk bezig om een stapje terug te doen in de Republikeinse Partij. Een regen van snippers in de conventiehal verwelkomt president Ronald Reagan. Hij poetst het imago van George Bush voortdurend op en iedereen in de zaal geniet ervan. I've seen up close. So George, I'm in your corner. I'm ready to volunteer. Eigenlijk is de conventie van de Republikeinen ook het afscheid van de Reagans. But the time has come for the Bushes to step into the political leading roles. And for the Reagans to step into the wings. And that's as it should be. En in de coulissen stond de president al klaar om zijn vrouw te bedanken. Hij heeft een verrassing voor haar. I think it's all too common in marriages that no matter how much partners love each other, they don't thank each other enough. And I suppose I don't thank Nancy enough for all that she does for me. So Nancy, in front of all your friends here today, let me say thank you for all you do. Thank you for your love. And thank you for just being you. De machtsstrijd in de top van Vendex is ten einde. Anton Dreesman treedt af als voorzitter van de hoofddirectie. In een vanmiddag uitgegeven persverklaring staat dat Dreesman om gezondheidsredenen stopt.
Hij wordt niet direct opgevolgd door Arie van der Zwan. Tot 1990 zwaait de financiële man van Vendex Verhoef de scepter over het concern. Dreesman lag al geruime tijd overhoop met zijn gedoodverfde opvolger Arie van der Zwan. Van der Zwan wilde dat er drastisch gesnoeid zou worden in de verliesgevende warenhuizen en dat er 1400 personeelsleden ontslagen zouden worden. Maar Dreesman vond dit plan voor Vrome Dreesman veel te ver gaan. 300 ontslagen was volgens hem realistischer. De warenhuisketen zou helemaal niet verliesgevend zijn. Of de 1400 van Van der Zwan van tafel zijn, is nog steeds niet helemaal duidelijk. De bonden gaan in ieder geval morgen praten met de nieuwe Vendexman. De dienstenbonden, FNV en CNV, vinden dat er geen gedwongen ontslagen mogen vallen. De Duitse en Nederlandse consumenten lijken zich steeds meer af te keren van het in opspraak geraakte kalfsvlees. Volgens de grootste kalverslachterij van Europa, Ekro in Apeldoorn, is de omzet in Nederland gehalveerd en kelderde de export naar Duitsland dramatisch. Duitse afnemers hebben sinds gisteren geen lap kalfsvlees meer bij Ekro besteld. Het productschap voor vlees bevestigt de dalende verkoop van kalfsvlees in Nederland en de exporten van naar Duitsland, maar het kan nog geen cijfers noemen. Psychiatrische ziekenhuizen in ons land hebben een fors tekort aan bedden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nationale Ziekenhuisraad. De vraag naar hulp is zo groot dat er een voortdurend gebrek aan opnamecapaciteit is. De meeste ziekenhuizen hebben een wachtlijst. Bij de algemene inrichtingen komt 1 op de 5 patiënten daarop terecht. Bij verslavingsklinieken 2 op de 5. En bij kinder- en jeugdinrichtingen kan slechts 1 op de 20 patiënten direct terecht. Van de regering moeten de ziekenhuizen duizenden bedden inleveren. Volgens de ziekenhuisraad lijkt dat niet mogelijk. Het aanbod van kamers in de grote steden is sinds 1984 gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de landelijke organisatie Belangengroepen Huisvesting. 4 jaar geleden kon 60% van de kamerzoekers nog worden geholpen, vorig jaar maar een kwart. Volgens de organisatie heeft de sterke daling te maken met de voordeursdelersregeling en strengere belastingmaatregelen. Egypte steunt de plannen van de PLO voor de vorming van een onafhankelijke Palestijnse staat. Ook is Egypte voor een voorlopige Palestijnse regering. Een PLO-delegatie is op rondreis langs de Arabische hoofdsteden om daar de meningen te peilen. Na Libië en Jordanië steunt ook Egypte de vorming van een Palestijnse staat. Egypte had jarenlang tevergeefs aangedrongen op een Palestijnse regering in ballingschap. De vorming van een Palestijnse staat heeft meer kansen nu koning Hussein van Jordanië heeft laten weten afstand te doen van de westelijke Jordaan-oever. Eind volgende week begint de Virato, de grootste tentoonstelling op het gebied van radio en televisie. 50.000 vierkante meter staat de Virato ter beschikking voor het nieuwste op het gebied van beeld en geluid. De Super VHS is één van die nieuwtjes, een kwalitatief sterk verbeterde versie van de huidige VHS. TV's worden niet alleen platter en kleiner, ook de videoapparatuur wordt steeds handzamer. Hier een camera, tv en recorder in één. Nieuws ook op het gebied van de CD. Niet alleen voor een perfect geluid, straks ook voor een scherp beeld. En dan tenslotte nog het weer van morgen, Erwin Krol. Morgen wordt het wat warmer dan vandaag. Vandaag was het al prachtig zonnig weer en omdat er maar heel weinig wind is, verandert dit beeld eigenlijk nauwelijks. Hooguit een paar stapelwolken dus. Maar omdat het zo helder is, koelt het vannacht behoorlijk af. Vooral in het zuidoosten zal het geval zijn, een graad of 6, 7. Noordwesten blijft wat hoger wat temperatuur. Er kunnen een paar mistbanken of wat grondmist optreden. Morgen overdag is het dan zonnig weer, een paar stapelwolken. Ziet er verder prachtig uit, weinig wind. Het lijkt mij overigens prima strandweer en 25 graden. Een echte zomerse dag dus. Het was het 7 uur journaal. We hadden vanavond... De machtsstrijd bij Vendex is voorbij, Anton Dreesman treedt af. De stakende Spaanse werknemers van rederij Herema worden door de politie verwijderd van hun schepen. En het nieuwe paspoort voldoet uiteindelijk aan de normen en kan per 1 januari ingevoerd worden. Dat was het. Goedenavond.